mensen, welkom terug in de tijdrit. En zoals jullie zien ben ik al een tijdje onderweg. Ik ben inmiddels bij de eerste tijdcheck en daar ben ik de tweede tijd op 4 seconden van Maxim Pikidov. Het is dus nog vrij goed aan het gaan. Ik probeer gewoon een constante rit te rijden, soms wat harder rond de 64, 65. En te hopen dat ik de tijdrit kan winnen. Pikidov lijkt hier gewoon de beste tijdrijder te zijn. En wij gaan kijken of wij hem kunnen gaan verslaan door op het laatste stuk nog wat tijd in te halen. Over 2,5 kilometer komen we bij de tweede tijdcheck van de dag. We kunnen zelfs nog iets meer versnellen naar 66. En we gaan kijken of wij hem hier wel gaan verslaan op 4. Op 1 kilometer nog te gaan naar de tweede tijdcheck. Daar zijn we dan. Gaan we er overheen of niet? Jawel, we gaan er overheen met 0 seconden. Dat wordt nog spannend. Wordt het Nathan of wordt het Pikidov? We gaan het zien. Met nu nog 3 kilometer te gaan. Het parcours ligt niet helemaal correct. Ik weet niet wat daar aan de hand is. 4 kilometer, 3 kilometer. We zitten goed op energie, dus we kunnen op het einde nog een klein sprintje eruit persen. We zouden er volgens rechts onderin nu al moeten zijn, maar we moeten nu nog een kilometer, dus dat klopt niet helemaal. En ik kan niet eens versnellen. Ik word eerste tijd, jawel, ik pak 26 seconden op het einde. Geweldige tijd door Nathan. En ik zie jullie als iedereen is geweest en we een uitslag hebben. Tot daar. Hoe mensen, welkom terug bij de podiums. En zoals jullie kunnen zien heeft Gustav Larsson de tijdrit gewonnen. Zijn teamgenoot Alex Rasmussen werd tweede, Lohkuti derde, Askreen vierde en wij zijn vijfde op 1 minuut 5. Voor ons een goed resultaat voor Mats Wurtz-Schmidt en Jochem Hoekstra. Een mooie top 5 klassement. En we gaan meteen door naar de reveals om te kijken hoe we er nou precies voor staan in deze Tour of Sochi. General Classification staan wij ook op 5. In de sprints staan wij op 10. In de mountain staan we niet. Tweede plek in het jongere klassement achter Askreen, die de tijdrijder is, maar verder vrijwel niks kan. Dus die kunnen wij nog inhalen in de volgende etappe. En zoals je hier kunt zien, het team voor Kalakwak van Gustav Larsson. Dus, volgende etappe is een heuveletappe. Daar ga ik jullie terugzien morgen met de volgende aflevering. Dus ik wil jullie graag van harte bedanken voor het kijken naar deze Pro Cyclist Mode met mijn rijder Nathan Cycling Club uit Australië. Vond je dit nou leuk? Abonneer dan op mijn kanaal en like en deel de video. Tot de volgende keer mensen. Doei. Mensen, welkom terug bij de derde etappe van de Tour of Sochi. En deze gaan wij eens lekker rijden. Kijken of wij wat moois kunnen gaan doen na onze vijfde plaats in de tweede etappe. Namelijk de tijdrit. Zoals jullie hier kunnen zien. 24 kilometer, dat ging goed. Laten we hopen dat deze ook goed gaat. En zoals jullie kunnen zien sta ik bij de zoom on. De editor's bed, de profile is irregular enough to create movement and gaps. I can see Cycling Club moving closer in the overall standings. And why not taking the best young rider jersey? En dat is precies ons doel. De jonge rider klassement winnen. Daarin staan we nu tweede achter Kasper Askreen. Die gaan wij proberen in te halen. Dus ik ga jullie zien als wij ongeveer rond dit stuk zijn. Dus tot daar mensen. Mensen, welkom terug in de race. Zoals jullie kunnen zien ben ik als leider aangewezen. Aangezien ik ook vijfde in het klassement sta. Ik heb een min 1 voor me op de dag. Maar dat doet niks voor mijn klim en heuvelse. Dus dat is mooi. Ze gaan mij proberen te helpen. Dus dat is mooi. Ik zie jullie als wij rond deze sectie zijn beland. Tot daar mensen. Mensen en welkom terug bij de laatste 40 kilometer van de race. Ja, jullie horen het goed. 40 kilometer. Maar dat is ook wel nodig. En als er dan weer niks aan de hand is, knip ik dit er gewoon uit. En zoals jullie zien zit ik er nog steeds bij een peloton van 95 mensen. Ik ga eventjes wat naar voren, even wat positie winnen. Zodat ik goed van voren aan de klim kan gaan beginnen. Want dat is het doel voor ons. We staan vijfde en willen dat graag behouden. En misschien nog wel top 5 gaan. We gaan kijken waar de rest van het klassement staat. Larsson zit erbij. Toch? Rasmussen zit erbij. Lohkuti zit erbij. Askreen ook. Zoals jullie zien, leuke rit. En we gaan kijken bijna aan het steile stuk van de klim begin. Ik ga vast een beetje versnellen. Zodat we goed van voren zitten. En Kitrashnik probeert hier een geweldige daad te doen door mij te beschermen. En dat lukt hem hoor. Dat doet hij toch netjes. Wel is hij bijna dood, dat is toch jammer. Ik probeer even wat mannen aan gort te rijden. Zodat we toch weer wat winst kunnen pakken op eventuele kandidaten voor het eindklassement. Dat weet ik niet, maar wie weet.
En ik rijd nu zelfs weg van het peloton samen met Larsson, de leider in het klassement. Dit is toch netjes. Maar dat ga ik nooit in de afdaling volhouden. Dat kan ik jou wel vertellen. Ik stop nu gewoon met rijden, zodat we lekker in het pelotonnetje zitten. En dan zie ik jullie zo weer terug als we bij de onderkant van de klim zijn. Tot mensen, daar. Welkom terug bij de laatste 14 kilometer van de race alweer. Ja hoor. En wij gaan kijken of wij dit kunnen gaan winnen. De breakaway is bijna teruggehaald door Mura van het team. Ik weet het eventjes niet. Dit team. En stop nu met rijden. Nu is het Celano, nu is het Kalik en nu ook Owen van One Cycling. Ik zit hier nog alleen, maar ik zit goed van voren om deze klim te gaan beginnen. Ik doe even keer twee. Larsson zit hier ook goed. Lohkuti, de andere, zit goed van voren. Laten we het er maar op houden. De klassementsmannen zitten goed. En ik ook, want ik hoor natuurlijk bij die klassementsmannen. We gaan nu echt beginnen aan de klim. Larsson leidt het peloton met een mannetje van... Het is een Italiaan, Celano, die het doet. En wij gaan nu gewoon proberen ons eigen tempo deze klim op te rijden. En proberen om erbij te blijven en eventueel zelfs tijd te pakken. Celano op kop, Seavata erachter. Samen met Larsson, met Piet, een goede renner die zeker kans maakt. Nog Kuti zitten wij, Ficarra, Kestjuk, hier Magerli. En wij zitten er ook gewoon nog netjes bij. We rijden vrij goed. Ons energiegeltje komt nu wel van pas. Nu ga ik er zelf gewoon lekker voor rijden. Ze zitten in ons wieltje, maar we droppen nu een aantal mensen toch. Dat is mooi. Nu gaat Magerli in de aanval. Maar die laten wij lekker rijden, want die staat toch ver. Dat moet goed komen. Nu gaat ook Ficina erachteraan. Staat die ver? Staat die ver genoeg? Jawel. Dit moet allemaal te overzien zijn. Veet zit nog mooi in mijn wiel. Dat is mooi meegenomen. We kunnen misschien nog wel iets gaan versnellen zelfs. We moeten misschien nog wel gaan versnellen zelfs. Omdat we anders gewoon niet bij het peloton eindigen. Misschien een top 10. Dat zou mooi zijn. We zitten nog bij het peloton. Dat is ook mooi meegenomen. De winst gaat naar Magerli. Die een aanval plaatste. En wij pakken wij de top 5. Nee, we missen net de top 5. We worden zesde. Maar zitten gewoon bij het groepje. Goed resultaat voor ons. Zit de jongere trui erbij of niet? Dat is natuurlijk de vraag. Askreen, Kasper Askreen. Ik zie hem niet hoor. Ik zie hem niet. Lohkuti verliest tijd. En Askreen is nergens te vinden. Ik pak de jongere trui in deze etappe. Dat is mooi meegenomen. Gaan we onze eerste trui winnen? Dat gaan we zien. Ik zie jullie zo bij de podiums. Tot daar. En zoals jullie kunnen zien zijn we bij de podiums. Magerli heeft nog 10 seconden op ons gepakt. Maar hij is niet genoeg gepakt. Wij zijn inmiddels gestegen naar de derde plek. En staan gelijk met de tweede plek Sergei Lohkuti. En dat is toch mooi. Larsson, de sterkste van het deelnemersveld, staat nog eerst. En ik denk ook niet dat wij daar nog overheen gaan. En we wachten natuurlijk allemaal op dat jongere klassement. Crime gaat de Mountain Classification sowieso winnen, dat kun je nu al weten. Maar wij willen het jongere klassement. Larsson in de points. En dan het jongere. Jawel, wij staan eerst voor Ben O'Connor. 43 seconden, dit kunnen wij toch niet meer weggeven. Wij gaan uw eerste trui winnen. Geweldig. Rupi Cycling staat eerst in het teamklassement. Dat is toch mooi dat wij die jongere trui hebben. En eens kijken wat de volgende etappe voor ons in petto heeft. Is dat een moeilijke etappe of is dat een sprint etappe? Want dan weten wij meteen of wij gaan winnen de jongere trui. Zoals jullie kunnen zien, we krijgen hier lekker XP voor. En de volgende etappe is een sprint etappe. Dat is mooi meegenomen. Die gaan we gewoon snel simuleren. Zodat wij die jongere trui gaan winnen. Jawel, Milano Sanremo, GP de Chaulette. Die moeten wij nog simuleren. En dan zijn we zover. Gaan we dan misschien ook wel level up naar level 10. Dan worden we weer een stapje beter. We gaan deze stage simuleren omdat we hier niks te zoeken hebben. En deze etappe gaat naar Roman Moikin van Gazprom. Zitten wij gewoon bij het pelotonnetje. We gaan het zien. Nathan Cycling Club zit er gewoon bij. En hij wordt derde in het klassement. En hij wint het jongere klassement. Gefeliciteerd. Dankjewel. Krijgen we hier XP voor. Dat krijgen we zeker. En we zijn net niet level up, maar toch mooi meegenomen. Dat worden we na deze week wel. En ik wil jullie graag van harte bedanken voor het kijken naar deze Pro Cyclist aflevering. Laat een duimpje achter, abonneer op mijn kanaal en tot de volgende keer.